Het water van de Schipbeek, die uit Duitsland de Achterhoek binnenstroomt, ontmoet bij Haaksbergen een stuwdam. De dam waarover dit bruggetje loopt, is een onderdeel van de Oostendorper watermolen, welke naar men aanneemt omstreeks het begin van de 16e eeuw gebouwd werd. Hij bestaat eigenlijk uit twee molens, een korenmolen en een oliemolen. In 1942 zijn ze voor het laatst in gebruik geweest, daarna is alles snel in verval geraakt. De waterraderen zijn verdwenen, de interieurs in een desolate toestand komen te verkeren. Drie jaar geleden werd de oliemolen door een zeer hoge waterstand totaal vernieuwd. De gemeente Haaksbergen, die toen eigenaar werd, heeft deze inmiddels reeds laten herstellen. Met de restauratie van de korenmolen is een begin gemaakt. Er wordt onder bekwame leiding hard gewerkt en men hoopt over een jaar gereed te komen. Karakteristiek monument, even onmisbaar voor het Twentse landschap als de windmolens voor het vlakke polderland van het westen, zal thans voor het nageslacht bewaard blijven.